Met het twijfelachtige wereldrecord regeringsvormen, de fameuze 249 dagen, heeft België de wereldpers gehaald. In eigen land, met name in Gent, was het verbreken van het vorige record op naam van Irak aanleiding voor een feest, een protestfeest. Een verslag daarvan krijgt u van Bart Scholz. En eindelijk is de prijs binnen. Correctie, de buit is bijna binnen. Pas om middernacht is het echt zover. Maar het plein aan de Vlasmarkt is al veel vroeger goed gevuld. En op zo'n moment komt echt alles terug naar boven. Gent is altijd de hoofdstad geweest van het graafschap Vlaanderen. Maar nu, sedert 1830, zijn we gedegradeerd tot een banale provinciestad. Waarvan acte de organisatie. Toren hadden vooraf gezegd dat dit niks met politiek te maken heeft. Eén groot feest, dat moet het worden. Maar het volk, dat wil zich laten horen. Politiekers zijn een bende kleuters die een juffrouw nodig hebben. Zoals Zwitserland. Je kunt wel doen met drie talen en één regering. Waarom hebben wij zes regeringen nodig? Telkens keer hoeveel ministers dat er zijn. Als je vijf regeringen afschaft en er één regering van maakt, dan hebben ze wel een puntje. Ik vind het een formidabel initiatief. Ik denk dat dat enkel in Gent mogelijk is. Hè. Gent is zo'n rebelse stad eigenlijk. Zo'n beetje surrealistisch enzovoort. Als je ze bezig hoort en ziet, dat is het genre van deze creatieve jonge mensen. En dan om middernacht, wanneer het plein afgesloten is omdat met zo'n 10.000 mensen alles vol zit. De grote apotheose. De overhandiging van de beker door de Irakese delegatie.